Een bijzonder dokterspreekuur maandagmiddag in dorpshuis De Bekkaert in Nijnsel. 65 kleuters van basisschool Ster Jasmijn kwamen met hun zieke knuffels en poppen naar de dokter. Ja. En ze slaapt ook? Ja. En wat is er met ze slaap? Nageltje doet pijn. Nou, dat is keigoed, denk ik. Hij heeft last van zijn snavel. Ja. Hij wil je helpen, hè? Nou, maar vind je het niet goed wat de dokter heeft gedaan? Wel. Was het wel een lieve dokter? Hè? Ja? Het bezoek is een deel van een project Knuffelpoppen Consultatiebureau. De bedoeling is dat kinderen wat leren van deze ervaring. Hoe heet jouw pop? Mary. Wat was er met Mary aan de hand? Hij had heel veel pijn aan zijn been en die is van de trap afgevallen. En wat heeft de dokter gedaan? Een gips om gedaan en een pleister op het gips. Komt het nou wel goed, denk je, met de pop? Ja. Ben je blij? Ja. Het is je lievelingspop, of niet? Ja. Ja. Dus het komt allemaal goed? Ja. Zo, en wat moet je nu nog even naar de apotheker toe? Ja. Ja. En wat ga je dan halen, denk je? Medicijn. Ga er maar gauw heen. Wat is er met Zoe aan de hand? Ik heb hoofdpijn. Ja? Laat eens even kijken dan. Kunnen we dat zien? Ja. Even wachten, ja? Ja. Hou de pop er even omhoog. En... Het ene kind vertelde enthousiast aan de dokter wat eraan schortte. Bij een andere moest het probleem er af en toe uitgetrokken worden, maar alle knuffels en poppen werden goed geholpen. In sommige gevallen kwamen de vrijwillige dokters ook nog hun eigen kleinkinderen tegen. U bent van het wegen en van het meten. Hoe reageren kinderen daarop? Ja, ze willen liever even vertellen wat er met de pop in de hand is. En dat meten, dat vinden ze eigenlijk niet... De lengte is niet zo belangrijk, maar het wegen wel. Kijken of ze het goed gegeten heeft of niet. Dus dat, ja. Wat vindt u vandaag van uw taak als poppendokter? Ja, ik vind dit leuk. Het is gewoon zo leuk. Wat is uw taak vandaag? Ik ben de apotheker. Ja, dat kan je zien hier, hè. Pilletjes, drankjes. Ja, en vooral aandacht, hè. Heel veel aandacht geven, ja. Vindt u ervan dat u zo gevraagd wordt om met kinderen dokters te spelen? Want daar komt het eigenlijk om niet. Vind ik het wel, ja, ook wel bijzonder, maar ook ja, wel heel leuk. Ik heb ook een kleindochter en ja, ik leef daar ook wel in mee natuurlijk. Dus ja, dan is het ook wel leuk om zo weer terug te gaan naar de jeugd. Hè. Je gaat alles met kinderogen bekijken ook weer een beetje zo, hè, als oma. Het bezoek duurde voor de kleuters een uur per groep. De juffrouw is tevreden over het geduld dat de kinderen hebben gehad. Alles is goed gegaan. Kinderen hebben de knuffels, zijn allemaal goed gecontroleerd of ze goed gezond zijn. Sommigen moesten een verbandje, een spuitje. Allemaal goed, ze zijn allemaal gezond. Heel fijn. Hebben de kinderen ook wat geleerd vandaag, denkt u? Zeker weten, want ze hebben geleerd... Dat ze, hoe ze gewogen moesten worden, hoe lang ze waren, de bloeddruk werd gemeten. Dat ze netjes moeten wachten in de wachtkamer als ze bij de dokter zijn. Nee, ze zijn er echt, hebben er echt veel van geleerd. Hartstikke fijn. Zijn ze lief geweest? Ja, zeker. Ze zijn heel lief geweest. Ze waren heel rustig bij de dokter. Ja, hebben echt 2 dikke duimen verdiend, hè?